Vandaag open in het Rijksmuseum Twente in Enschede de Twente Biennale met een speciale plek voor het tijdelijke Jan Kramer Museum. In de geest van de geboren tukker, midden in de vernieuwde wijk Roombeek. Jacques Erik was erbij toen het museum werd ingericht. Jarenlang waren hier in Enschede plannen voor een Kramermuseum. En het was notabene al begonnen met de bouw. Maar door de crisis is alles in de ijskast gezet. Maar nu, als kleine pleister op de wonden, een tijdelijk Kramermuseum. Nou, we hier zo weer terug zijn, hè? Hoe vind je het nou om hier weer gewoon in de stad zelf te zijn? Ja, echt. Ik ben een Amsterdammer met een Twentse ziel. Het geld voor de permanente expositie wordt niet binnengehaald. Dit had het Kramermuseum moeten worden. Ja, dat gaat het ook worden. We hebben crisis in Nederland. Ja, maar goed, dat moet ook een keer afgelopen zijn natuurlijk. Hè? Ik heb begrepen dat het einde verhaal is. Ja, dan, niks. Dat kregen we nog niet, hè? Nou, ik zou zeggen, Jan, welkom in je museum. Ik ken het al een beetje. Ja, dus, ik twijfel ik niet aan. Vind je dat mooi eigenlijk, dat soort dingen? Ja, dat is mooi. Dat. Dit zijn zeg maar echt kunstenaars die aan mijn gevoel verbonden zijn met mijn werk. De verdiensten? Goed, daar waren we al niet over klaar gezien, dat weet je. Maar, niet, maar is het voor de televisie dit? Ja. Nou, dat kan iemand. Oh, Hollandse televisie. Nou goed, heel slecht, heel slecht. Enschede is een stad. Alles nog een beetje langzaam aangaat, hè? Dat met de tijd nog steeds niet gemaakt wordt. Ja? Ja, ik praat nog maar een beetje platter. Ja, dat ging wel. Hoef je niet achteraan. Eigenlijk past het wel een beetje bij jou, Jan. Zo'n gebouw, zo'n rauw museum. 100%. Moeten we niet helemaal zo af zijn, hè? Maak je nog veel kunst uit? Ja. Hoort het er ook bij? Altijd doorgaan? Altijd doorgaan. Ik ben al 73. Dat maak je nog niet gegeven, Jan. Nou, dankjewel. Ik heb nog geen dag dat ik niet denk. Ik zeg ook altijd, het mooiste schilderij ga ik morgen maken. Het beste boek ga ik morgen schrijven. Het museum dat ligt hier op een mooie plek. Ja. Maar we zijn, of ja, een mooie plek, eigenlijk een treurige plek. Maar we zijn hier vlakbij waar die vuurwerk was. Ja. De stukken ijzer, die vlogen dus, zeg maar, dus honderden meters weg. Ja. Vernielde alles wat hier in de omgeving was. En zo in de toren daar, zit er nog een gat in. Dat gaatje in die, waar dan dat raakje is. Maar het is één groot oorzaak, die lijkt wel. Het is een vreselijk. Berlijn 1945. Dresden 45. Alleen dit gebouw stond. Over. Of zelfs dat het heeft kunnen gebeuren. Maar altijd bij elke nadeel heb je voordeel. Dan kijk maar wat hier mooi weg staat, teruggebouwd is. Ja. En dan zou eigenlijk de kroon op dit gebied het Jan Kramer Museum. Het Kramer Museum. Kramer Museum, ja. Sorry. Kramer.